welkom. Het doet echt deugd om jullie hier in zo'n grote getale te zien, zeker met dat mooie weer. Maar u zal het zich niet beklagen, want vanavond hebben we een heel speciale gast, maar die gaan we, dat zal ik nog even laten. Want eerst hebben we onze rubriek, onze maandelijkse rubriek, staat met enkele van mijn ex-collega's. Wonder met Harpia, zijn animatiefilm, als kortfilm werd die bekroond op het Festival van Cannes. En het is mij waar genoegen om Raoul Servet hier te begroeten en dat hij onze gast wil zijn. Welkom. Dank u wel. Voilà, gaat u zitten. Ja, dank u wel. Ah ja. Misschien kunnen we intussen al even kijken naar een fragment uit Chromophobia. Dat is een korte animatiefilm van Raoul Servet uit 1965. Een van zijn eerste films die ook al internationaal in de prijzen viel. Ik heb die film gekozen om even als een introductie, Chromophobia, zoals ik zei, een van uw eerste films. Een film waar thema's in zitten die eigenlijk in al uw werk terugkomen, veel van uw films. Want zelfs een van uw laatste films, een van uw meest recente films, dat is een halve eeuw na die. Thanks is ook, denk ik, films met een zekere pacifistische boodschap. Die boodschap, maar ook uw sociale engagement, ik wou even weten waar komt dat precies vandaan? Wat is er in uw jeugd of tijdens de oorlogsjaren, want het is een rode draad door al uw werk, het is een groot sociaal gevoel en een kritische kijk op de maatschappij. Ja, dat is inderdaad een interessante vraag, Patrick. De oorlog heeft een grote rol gespeeld in mijn leven. Ik had voor de oorlog een fijne jeugdjaar gekend, als jongeman. Met de oorlog is alles veranderd. De grote armoede gekend. Ik ben 3 maal aan de dood ontsnapt tijdens de oorlog, beschietingen enzovoort. Sorry, hoe oud was ik toen? Ik was toen 12, ja. En ik ben zelf, toen ik 14 was, aangehouden geweest door de Gestapo. Dus dat is allemaal een grote indruk op mij gelaten en dat voel je in de meeste van mijn films uiteraard. Ja. Dus dat, maar ook het engagement en de kritische ingesteldheid, dat je in al je films eigenlijk militarisme, gezag, macht, dat zijn dingen die vaak terugkomen en die in je films aankaart. Vond je dat je, natuurlijk ging je ziel uit naar de animatie, maar dat de animatiefilm nu precies het beste medium was om die ideeën te uiten?
Patrick, misschien niet noodzakelijk, maar gezien mijn vorming tekenkunst is, en zeg, mijn tekenaar was uiteraard de normaalste manier om mij uit te drukken, was door tekeningen te laten bewegen, te animeren. Dat is er één. Wat niet belet dat ik soms ook live action heb gedraaid, hè? Maar mijn voorkeur ging steeds naar de animatiefilm. Maar dat was dan toch in een periode dat de animatie bijna zeker in Vlaanderen, in België in het algemeen, nog niet veel beoefend werd en dat dat toch wel een kunstdiscipline was die volledig nog in de kinderschoenen stond en dat je bijna ter plekke moest uitvinden. Dat is juist, want ik moet u zeggen, ik was totaal onwetend over de techniek van de animatie. Ik heb het allemaal zelf moeten ontdekken. Idioot. Maar ik zal u zeggen, ik wist niet eens dat je dat beeld per beeld moest filmen. Ik wist het niet. Ik heb dat al moeten leren door te experimenteren. En zo ben ik gekomen naar mijn eerste experiment, die zeer slecht waren hoor. En dan toch een paar min of meer professionele films gedraaid, Averlicht en De Valse Noon. En dan tenslotte, in 1906 zoals je gezegd hebt, Chromophobia, die dus de opening was naar de internationale bekendheid. Ja. Ja. En hoe je bent dus bedrijven van alles, dus meer dan een halve eeuw dat je dat doet. In die 50 jaar is er ook op technisch vlak enorm veel veranderd, ook in de filmtechnologie. Hoe zie jij dat? Hoe heb jij die evolutie meegemaakt, ook naar digitalisering? En hoe heb je daarop gereageerd? Ja, dat is een zeer interessante vraag die je mij stelt, Patrick, inderdaad. Ik heb dus jaren gewerkt met de traditionele manier, de conventionele manier van tekenfilm te maken. Plotseling komt de digitale technologie tevoorschijn. En ik moet u eerlijk zijn, ik ben geen kenner van de digitale technologie. Dus wat moest ik doen? Beroep doen op jonge mensen die het wel de techniek meesterden. Dat is een les Een nederigheid, ja. Dat je dan al die jaren nog altijd iets dat kan bijleren. Dat je dus zogezegd beschoten als een meester, ja. Een meester, en dat plotseling kun je niet meer mee. Nee. En moet je dus beroep doen op jonge mensen die het wel aan kunnen. Ja. Ja. Dus ik kan wel aan mijn assistent zeggen, kijk, ik zou dat willen bekomen, ja. Maar ik weet niet op welke toets dat je moet drukken. Ja. Zij kunnen dat. Ja. Ja. Terwijl in de klassieke animatiefilm kun je bijna, zeker in de beginperiode, deed je alles zelf. En was volledig ambachtelijk en organisch. Inderdaad, ja, dat is juist dat je zegt, mijn eerste film, mijn allereerste afgewerkte film, heb ik bijna alleen gemaakt. Ik maakte dus storyboard, dus scenario natuurlijk, animatie, intervals, kleuren, opname, alles deed ik zelf. Hè. Ik heb het ook zo geleerd natuurlijk. Hè. Maar ja, nu moet ik dus werken met assistenten die wel de technologie van de computer kunnen beheersen. Op zeker moment, dus als je hebt je eerste animatiefilms, dan is er toch op zeker moment een verandering gekomen dat je dan beroep deed op andere mensen ook voor de decors, dus dat je eigenlijk met andere mensen werkte. Hoe heb je dat ervaren om die overgang van waar jij eigenlijk bijna alleen het creatieve doet, naar eigenlijk iemand die ook de creativiteit van andere mensen in zijn film moet incorporeren. Ja. Is dat een gemakkelijke overgang of is dat een natuurlijke overgang? Wel, ik zal u zeggen, Patrick, wat mij voor mij vooral telt, wat hoofdzakelijk is, is hetgeen dat ik wens uit te drukken aan het publiek. Dat is voor mij essentieel. En ik heb soms scenario geschreven waarbij ik zeg, mijn kunde, mijn kennis op grafisch gebied beantwoordt niet volledig aan hetgeen dat ik wil uitdrukken. Mijn tekenkunst past niet bij mijn onderwerp. En ik heb geen probleem om dan een ander tekenaar aan te spreken en te vragen, kijk, wil je dat doen? Want ik vind dat je techniek, je stijl veel dichter past bij hetgeen ik wens uit te drukken. Dat is dus voor mij geen enkel probleem. Nee, want dan is dat ook de reden, of wat het eerst komt, omdat je veel animatiefilmers hebt, bijvoorbeeld bekende
Oost-Europese animatiefilmers uit die tijd, zoals Jan Svankmajer bijvoorbeeld, die voel je in elke film dat die bijna dezelfde stijl hanteren. Dat die altijd dezelfde wereld en ook dezelfde vormentaal hebben. In jouw werk heb je dus bijna in elke film een totaal andere visuele uitdrukking, die visuele expressie. Is dat omdat je niet in herhaling wou vallen? Is dat natuurlijk gegroeid of was dat een besluit? Dat zijn verschillende redenen. Trouwens, de filmkritiek heeft altijd gezegd, er is geen één servet, er zijn een tiental servets. Dat is waar. Elke film is verschillend. Waarom? Ten eerste, ik herhaal misschien, de inhoud van de film is primordiaal. Dus zoek ik een stijl en als ik het niet zelf kan tekenen, dan ga ik beroep doen op iemand anders. Dus, stijl, op het gebied van tegenstijl kan het veranderen. Wat ook speelt is dat je na maanden en soms jaren werkt aan een film, dat je een beetje moe bent. En je wilt totaal iets nieuws hebben. Je wilt dus, hetgeen waaraan je werkt is vervelend geworden. Het is een repetitie. Je wilt dus totaal een nieuwe stijl opzoeken. Dat speelt ook een rol. Dat zoeken naar nieuwe mogelijkheden, dat experimenteren is altijd zeer boeiend. Ja. Ja, waardoor je eigenlijk ook vermijdt om in een routine te vallen. Ja, natuurlijk. Ja. Routine, dat ken ik niet. Ja. En in die zoektocht dan ook naar medewerkers, hoe belangrijk is dan bijvoorbeeld de Kaskschool, vroeger de academie in Gent geweest, hoe belangrijk is uw positie daar geweest? Was dat ook een manier om jonge talenten te ontdekken en bij uw films te betrekken? Ja. Maar kijk, ik was onderwijzer, docent op de Academie van Gent, niet in de animatiefilm, maar in de toegepaste kunsten. En ik stelde vast, ik had toen al enkele films verwezenlijk, en ik stelde vast dat de jonge krachten, de beginning, helemaal niets afwisten van de animatiefilm. Ze wisten niet, er bestond geen literatuur erover. De toegang tot studio's was eerder moeilijk op te beleggen. Er was een soort, een vrees van concurrentie te scheppen. En dan heb ik gezegd, ja, al die jonge mensen die moeten dat allemaal leren zoals ik. Jaren heb ik moeten prutsen, experimenteren, voordat ik het begreep. Waarom kunnen we dat niet oplossen met zelf een cursus op te richten? Ik heb dat dus gedaan met de steun van mijn directeur, George Bonting, die 100% akkoord was daarmee. We hebben dus het eerste animatiefilmonderricht opgericht in Vlaanderen en in Europa. Het eerste in Europa. Want toen onze school een jaar bestond, onze afdeling, zijn ze van de hogere school in Parijs gekomen om te zien hoe dat het functioneerde. En dan is pas na ons de eerste filmschool in Parijs opgericht geweest met animatiefilm. Maar ze zijn bij ons gekomen om te zien en om te weten hoe dat het functioneerde. En is die opleiding trouwens de enige, de voornaamste reden waarom animatie in België de afgelopen decennia zo sterk is geweest, in tegenstelling tot in andere Europese landen? Ik heb het niet. Is die opleiding in Gasken, academie, is dat de reden misschien dat de animatie zo sterk is, animatiefilm zo sterk is in Vlaanderen, in België, vergeleken met andere vergelijkbare landen? Dus heeft die school daar een grote rol in gespeeld? Ik denk dat de films die verwezenlijkt worden door studenten tegenwoordig van een heel hoge kwaliteit zijn. Dat kan ik u zeggen. Mm-hmm. En trouwens, er zijn veel retrospectieven gebeurd met studentenfilms in het buitenland. En dat heeft dus andere landen aangespoord om ook filmscholen op te richten, animatiefilmscholen op te richten. Ja. In Frankrijk zijn er nu 50 animatiefilmscholen. 50. En er was in die tijd maar één, dus Parijs. Vind je, we gaan nog even terug, want ik vind dat wel boeiend, omdat ik ook mij een beetje nu, ik heb vroeger al je films gezien, maar altijd met lange tussenpozen. Nou ja. Maar als je ze nu allemaal zo wat snel naar elkaar bekijkt, dan vraag ik mij af, ondanks het feit de verschillende stijlen, soms wordt gezegd dat u aansluit bij het surrealisme, bij het magisch realisme, bij het expressionisme. Vind je zelf dat je bij een van die stijlen aansluit, of vind je dat het
toch totaal verschillend is wat je doet? Wel, ik ben nogal aangetrokken door magisch realisme. Magisch realisme die ook in een zekere zin een beetje verbonden is aan het surrealisme of ook aan het expressionisme. Dus ik zweef een beetje daartussen. Maar ik geef voorkeur aan het magisch realisme. En dan, waarschijnlijk de grote voorbeelden zijn dan ook in België, Magritte, Delvaux, want die waren wel surrealisten, maar je kan het ook soms meer magisch realisme noemen. Inderdaad, ja. Ja. Ik ken ze zeer goed, ik heb Delvaux goed gekend, ik heb vooral Magritte goed gekend, ja. Ik heb dus gewerkt met Magritte. Kan je even vertellen, dat is in Knokke, dat ja, ja. Panoramisch... Ja, ja, dus ik was nog heel jong hoor, ik was een jaar of 20 en ik was assistent van Magritte om zijn werken die hij dus op klein formaat schilderde te vergroten op de muren van de Casino van Knokke. Heel zwaar, heel moeilijk werk. Heel moeilijk, maar interessant. Maar ik heb ook ergens gehoord dat je daar niet altijd zo'n goede ervaring had met de man Magritte zelf. Dat is juist, ik had een grote bewondering als Magritte als schilder. Maar als persoon zelf was een beetje pretentieus. Hij heeft misschien een reden voor, hij was internationaal gekend. Maar hij was nogal een pretentieus. En we hebben soms ruzie gehad. Ah, ja. Ja. Dan niet soms had hij gelijk en soms had hij gelijk. Ja. Maar je dulde waarschijnlijk geen inspraak van een assistent of nee, zo? Nee, nee, dat, ik wou dus bepaalde suggesties doen, maar dat kon, mocht niet. Ja. Ja. De Delvaux, wat is dan, heb je even over dat toe, hoe is Delvaux, hoe belangrijk is die figuur van Delvaux in jouw werk? Er is een film die daar volledig naar verwijst. Ja, ja. Ik heb een grote bewondering voor Delvaux, niet alleen als kunstenaar, maar ook als mens. Ja. Dat was een hele bescheiden persoon, een heel vriendelijke man. En ik heb trouwens een van mijn films, dat is een hommage aan Delvaux, hè. Dus de Nachtvlinders. Ik heb met veel plezier aan die film gewerkt. Hij heeft het helaas nooit gezien, maar hij is ondertussen blind geworden en dan overleden. Dus hij heeft het film nooit kunnen zien. Maar hij was heel blij dat ik die film ging maken. Dus je hebt in je leven, als ik even kijk zo in je biografie, enorm veel contact gehad met de grote kunstenaars in Vlaanderen en in België en ook in het buitenland. Zoals ook een Harry Stork, Félix Labisse. Dus hoe was dat in die periode? Waren jullie echt allemaal met elkaar verbonden? Was er echt zo'n een groep of waren dat maar, laten we zeggen, toevallige contacten? Of kon je spreken van een soort groepsgeest onder gelijkgestemde zielen? Ja, met Labisse heb ik weinig contact gehad, maar met Harry Stork had ik een zeer groot contact. Ja. Trouwens, als Oostendenaar ook. Hij was Oostendenaar en zijn familie woonde in dezelfde straat als mijn ouders. Dus we hadden reëel contact. Ik heb dan samen met zijn zuster de Cineclub van Oostende opnieuw opgericht. Dat bestond voor de oorlog. Ik heb dat opnieuw opgericht, dus met zijn zuster. En met de kunstschilder Maurice Boel. En dat veel succes. En maar ik heb geregeld Henri ontmoet. Wanneer hij bij mij kwam thuis, was dat een feest. Ik was ook vaak uitgenodigd bij hem thuis. Hij was een zeer intelligente persoon. Heel intelligente persoon. Een heel belezen persoon. En ik had veel sympathie voor hem en ik denk dat het ook wederzijds was. Hij is onze grootste, voor jongere mensen die hem misschien niet zo goed kennen, onze grootste documentaire film, ja, kan je wel zeggen. Iemand die ook alle grote sociaal filmen maakt over de Borinage, altijd ook zeer sociaal geëngageerd zijn. Ja, het was een grote meneer, absoluut. Ja. En van de invloeden die jij ondergaan hebt, van tijdgenoten buitenlanders bijvoorbeeld. Het valt op dat jouw films toch in zekere zin ook aansluiten op de traditie toen van animatiefilm in Oost-Europa. Is dat een toeval? Want in die tijd was er veel minder communicatie dan nu. Ja, maar je ziet dat vaak in het film gezien, is dat gelijktijdig mensen in de andere landen hetzelfde doen. Als je ziet, Jiří Trinka, Svankmajer, Borowczyk, dat zijn toch allemaal mensen die op een of andere manier linken hebben met uw werk. Maar zeg je nou, ik heb die mensen en de films pas later ontdekt. Ja. Maar wat mij wel beïnvloed is, het was een Amerikaanse film van de UPA, United Production of America, die dus zeer vooruitstrevende films verwezenlijkte. Heel mooi. En ik ben dus wel beïnvloed geweest daardoor. Zeg ik, ja, er is toch mogelijkheid om weg te trekken van de Disneyaanse stijl. Ja. En dat was voor mij een voorbeeld. Maar niet de
Ik heb pas natuurlijk de Joegoslavische en de Tsjechische film ontdekt, maar dat was pas later. Ah, ja, ja, ja. Maar dus wel mijn bloed geweest door die Amerikanen. Ja, ja. En door mensen zoals de tekenaar Steinberg en Saul Bass, die in een grafische stijl, waar je toch ook elementen in jouw werk in herkent, dat was misschien ook de jaren 60, was dat, ja, was heb, dat zeer... Ik denk niet dat ik daardoor ben voor. Is niet beïnvloed? Nee. Maar ik heb wel Saul Bass gekend. We zijn zelfs samen op reis geweest. Ah, ja. Door een festival of zo? Ja. Of, ja. Mag ik iets vragen? Ja, tuurlijk. Wat zijn dan de eerste animatiefilms waarmee u wel in contact kwam en door geïnspireerd was? De eerste animatiefilms? De eerste animatiefilms waar jij mee in contact komt, die je geïnspireerd hebben. En wel, dus die Amerikaanse, die United Production of America, een firma die zich wilde onttrekken van de Disneyaanse stijl, die zeer dominant was en zeer vernieuwend. En ik vond dat was mijn voorbeeld. En iemand als Norman McLaren? Ja, ik heb Norman McLaren zeer goed gekend, was een goede vriend van mij, een heel goede vriend. Hij wordt toch aanzien als een van de grote figuren uit de animatie. Een Canadees. Absoluut, een Canadees, ja. Een charmante man, een hele lieve man. En die vaak op de animatie was vaak... Hij tegen het op de pellicule. Ja. Ja, ik was niet beïnvloed door hem, maar ik had een grote bewondering voor hem. Zeer grote bewondering. Het valt ook op in animatie, als ze dat allemaal vertelt, en ook als je op film bent, hoe dat je eigenlijk in animatie zoveel verschillende technieken kunt gebruiken. Dat is niet zoiets als, en vaak zegt men de tekenfilm, maar dat is natuurlijk zeer reductief de tekenfilm, maar je hebt zoveel verschillende stijlen. Je hebt ook heel veel verschillende technieken gebruikt. Zijn er technieken die jouw voorkeur hadden, of die meer na aan het hart lagen? Wel, ik had dus al enkele films, ik heb in totaal 15 films gemaakt. Ja. Maar ik was een beetje beu van de gewone tekenfilm te verwezenlijken. En ik dacht, ik zou graag wel de twee cinematografieën samenbrengen. De live action en de animatie. Dat was voordat de computer werd ingebracht. En daardoor ben ik dus begonnen met te zoeken om de film Harpia te verwezenlijken. Ja. En daar ben ik in geslaagd van de live action te brengen in animatiefilm. Het was een zeer moeilijke operatie, zeer moeilijk. Dat heeft veel te lang geduurd, ik was uitgeput, want ik kon er alleen maar aan werken. Het was zodanig complex, ik kon er alleen maar aan werken. Ik was uitgeput en ik was overtuigd dat ik een zeer slechte film had verwezen. En dat was voor mij de grote verrassing toen ik vernam dat het ministerie mijn film had gekozen om dus België te vertegenwoordigen in Cannes. En dat hij dat gewoon deed. Want ik had het nooit verwacht. Ik was overtuigd dat een slechte film was. Je was onzeker. Door de vermoeienis. Ja, de vermoeienis. Door de vermoeienis, ja. Je zit niet meer in staat om te oordelen. Is het een toeval, want je hebt die film gemaakt, Harpia, waarin je dan ook andere technieken gebruikt, dat de film die je daar net voor hebt gedraaid, Pegasus, die gaat toevallig over een smid die eigenlijk voorbijgestreefd wordt door de nieuwe technieken. Ja. En is dat toevallig dat je dan die ook zelf datzelfde bijna meemaakt, dat je eigenlijk moet overgaan tot andere technieken? Ja, ik had een voorbeeld bij een van hun buren, was dus een smid, maar die had geen werk meer uitdragen, er waren geen paarden mee en die man heeft zich opgehangen. Dat heeft mij enigszins getroffen, verstaat je. En ik heb dus iets gemaakt in die zin, omdat er dus veel mensen zijn die een beroep uitoefenen, die een beroep lief hebben, maar die plots door de technologische evolutie een beroep niet meer kunnen uitoefenen. Die mensen kunnen niet meer gerecycleerd worden, omdat ze te oud zijn. Bijgevolg ontstaat er een psychologisch probleem bij die mensen. Ja. En in de, zeker de latere jaren, waar animatie een enorme, door het digitaal natuurlijk, een enorme explosie kent en ook een enorme differentiatie, volg je nog veel van die dingen? Vind je dat er nu meer keuze is dan vroeger? Vind je dat voor animatie dat jonge mensen nu in een goede periode leven om aan animatiefilm te doen? Ik zal eerlijk zijn, ik kijk weinig naar televisie en naar films. Ja. Het gebeurt omdat ik uitgenodigd ben op een festival, alhoewel dat
met het geval wordt nu, ik reis niet meer graag. Maar ik zie heel weinig films. Vroeger zou ik er veel, omdat ik ook in jury zetelde, in festivals, maar ook in de school, bijvoorbeeld op de Kask hier in Gent. Dus ik had de gelegenheid om veel films te zien, nu is dat voorbij. Volgt u alle nieuwe technieken? U probeert wel de nieuwe technieken te volgen dan? Of, U probeert wel de nieuwe technieken te volgen, want u maakt nog films, u hebt nog projecten. Ik dus heb nog projecten, ik ben 90 jaar oud, ik zou nog 90 jaar moeten bijkrijgen om al mijn projecten te kunnen uitvoeren. Ja. En ik ga dus beroep doen weer al, dus op de computer, maar met de assistentie van bekwame jonge mensen. Ja. En als je zegt dat je nog ideeën hebt voor nog 90 jaar, waar komen die ideeën? Schrijf je dat op? Ligt dat ergens in een lade? Zijn dat dromen? Of hoe werkt uw fantasie? De inspiratie komt 's nachts bij mij. En ik weet niet indien ik slaap of ongeveer wakker ben. En dan schrijf ik bepaalde notas. En als ik 's morgens wakker kom, zeg ik ja, ik heb een nieuwe film. Maar als ik dan bekijk en als releasing, niet voldoende, ik moet dat aanvullen. En dat gebeurt dan bij de fase van de storyboard. Dat is heel belangrijk, de storyboard. Ik krijg heel veel belang aan de storyboard. Allee, dromen zijn toch belangrijk? Dromen zijn belangrijk, absoluut. Dat was ook zo voor Buñuel, de regisseur Buñuel, vaak vertrok van dromen. Maar ik weet niet indien ik wel volledig in slaap ben of half in slaap. Dat weet ik niet. In ieder geval is het een creatieve fase dan. Is het absoluut, je hersenwerken verder. En als je nu jouw werk overschouwt, er is zoveel, maar als je zegt ik moet drie dingen kiezen, die zeggen wie Raoul Servais is. Kan je dat doen of zijn het allemaal je kindjes en kan je niet kiezen? Nee. Ik reken op mensen zoals jij om dat te bepalen. maar dat is een gemakkelijke... Bedankt. Maar ik zou zeggen, ik vond Goldframe fantastisch. Goldframe is een van de eerste films die ik van u gezien heb. En Goldframe omdat hij de kortste van mijn film is. Ik heb de mensen foto gemaakt. Maar het is ook de meest, misschien een van de meest minimalistische. Er is heel weinig in die film. Het was ook, kijk, ik heb Goldframe gemaakt zonder enige steun. Mm-hmm. En aan die tijd was een zwart-wit film goedkoper dan kleurfilm. Veel goedkoper. Dus ik heb een zwart-wit film gekocht en dat gedraaid. De film duurde maar amper 5-6 minuten, geloof ik. Hè. En met een hele spontane animatie. Heel spontaan. Dus er is niet te veel werk aan geweest. De film was trouwens na een viertal maanden afgewerkt. En ik was heel tevreden. Het is goed verlopen. En Goldfram, voor wie de film niet zou gezien hebben, het gaat over een filmproducer die eigenlijk een maniak is, een enorm ego, en die op zeker moment bijna tegen zijn eigen schaduw vecht. Heb je daar ook iets over de filmindustrie willen zeggen, of kon dat ook iemand anders geweest zijn? Ja, dat is een ego de Hollywoodiaanse film parodiëren. En dat is geslaagd. Ik kan u zeggen, een kleine anekdote. Ik heb de film naar Hollywood gestuurd voor de Academy Award. Maar ik wist dat hij geen kans had, want het was een kritiek op de Hollywoodiaanse film. En na de weken is de film teruggekeerd zonder commentaar. Normaal wordt er commentaar gegeven, uw film is goedgekeurd of uw film is afgewezen voor dit of deze. Niks. En enkele maanden later was ik zelf in Hollywood en ik ontmoet een vriend, een Amerikaanse cineast, die in de commissie zat. En ik zeg, Bill, je hebt mijn film gezien? Ja. Ik zeg, waarom is die geweigerd geweest? Want dat is teruggekomen zonder commentaar. Is dat omdat ik te veel de film, de Hollywoodse film, parodieer? Nee, zegt hij, helemaal niet. Dat is omdat die film beschouwd werd als een antisemitische film. Oh. Maar ik zeg, ben geen antisemiet? Ja, maar zegt hij, daar komt de titel. Goldframe, Goldmeier. Goldwyn. Het is een Joodse naam. Dus hebben zij gedacht dat ik een antisemiet was. Dat was al political correct in de jaren 60. Mooie anekdote. Hoe kijk jij er terug op Taxandria? En wat ik mij vooral eigenlijk afvraag, is of je niet het gevoel had, achteraf gezien, dat je die film
te vroeg gemaakt hebt, dat je misschien met de technologie die er waren nog 10 jaar op... Excuseer, maar... Ben Draak, hoe kijk je terug op Taxandria? En heb je niet het gevoel dat je die film te vroeg gemaakt had, want dat de technologie zo geëvolueerd is dat dat nu veel makkelijker of beter zou geweest zijn om die nu te maken, of 10 jaar geleden, maar niet in die periode? Ja, dat is een probleem. Kijk, mensen denken, ja, als hij veel korte films gemaakt heeft, wel te kunnen een keer overstappen naar de lange film en verder evolueren naar de lange film. Dat was niet mijn geval. Ik had een scenario geschreven die niet kon op 10 minuten verwezenlijk worden, maar wel meer dan een uur verder. Dat was, maar het was nooit mijn bedoeling van verder lange stilschins te maken. Het was maar een contract, als ik het zo mag zeggen. Maar mijn visie, mijn persoonlijke visie, en deze van de producenten, waren verschillende producenten, was totaal verschillend. Alle producenten waren live-action producenten. Ik was animator. En ik wou live-action gebruiken om uiteindelijk een animatiefilm te kunnen verwezenlijken. Met die elementen, die live-action elementen. Dat. Zij dachten andersom. Zij dachten, we gaan een animatiefilm gebruiken, maar het uiteindelijk product gaat dus live-action moeten zijn. Dus er was van het begin die strijdigheid tussen de producent en ikzelf. En goed, de film is geen mislukking, heeft er zelf een paar internationale prijzen behaald, maar het was heel zeker niet de film die ik wou maken. Ik heb te veel toegevingen moeten doen. En hoe zwaar heeft dat gewogen? Want het is toch belangrijk, je maakt zo'n grote stap en dan krijgt je toch niet algemeen het succes dat je andere films hadden. Was dat een moeilijk om te verwerken? Heb je dan snel een andere film gemaakt? Ik weet niet hoeveel tijd er tussen lag, tussen die en de volgende film? Niet zo lang, even wachten nog. Ik denk dat ik dan een Nachtvlinders gemaakt heb. Ja, Nachtvlinders. En dat was een soort reactie. Ik wou bewijzen dat mijn systeem, de cinematografie, dus van al die dingen, dat dat even goed functioneerde als de digitale technologie. En inderdaad, dus, dat is 100% toepasselijk geweest voor Nachtvlinders. En Nachtvlinders is dus een succes geworden, dankzij mijn technologie, die geen computertechnologie was. Om het toch even samen te vatten, servigrafie, om het heel elementair te zeggen, is toch een mix, het samenvoegen van live action en animatie. Inderdaad, dat in elkaar te verweven, maar te verweven op een manier die meer harmonisch is dan dat vroeger bijvoorbeeld in Disneyfilms. Dat ook al gebeurd. Ja. Maar hier moest dat samen één andere wereld vormen. Wij draaien dus live en de beelden werden geselectioneerd en in een toestel gestopt die de servigraftoestel was, waarbij wij dus de geselecteerde beelden, live-action beelden, afdrukken op cellofaanvellen. En die cellofaanvellen werden dan gekleurd zoals voor de normale tekenfilm en beeld per beeld gefilmd. Dus je had de twee procedures, live-action en animatiefilm. Maar uiteindelijk, als je de film zag, zou je bij jezelf gezegd hebben, dit is een animatiefilm, voilà, niet dit is een speelfilm met animatie inderdaad, in. Inderdaad, dat was de bedoeling, ja. Ik heb nog één vraag. U vertelde dat u met Magritte heeft gewerkt en dat hij geen tegenspraken duldde. Dus ik vroeg mij af, als u nu met jongere generaties werkt, dat u wel luistert naar tegenspraken. Ja, u zegt u hebt met Magritte gewerkt en die duldde geen tegenspraak van een jongere collega. Nu zelf een meester bent, duldt u dat jonge mensen andere gedachten hebben en met u in een discussie gaan? Maar ik zou dat zeer graag hebben, ik heb weinig de gelegenheid. Kijk, ik woon nu totaal afgelegen en alleen op de buiten. Ik heb geen buren. Ik zie dus weinig mensen. Ik ben heel blij van nu zoveel mensen te zien om mij. Maar ik zou graag in contact willen komen met studenten, maar ze moeten mij dan ook vragen. Maar de... Tot 10 jaar geleden had u meer contact met jonge mensen, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Tot wanneer bent u in de school geweest? Tot wanneer hebt u gedoseerd in... Tot mijn 65 en ik ben 90. Maar toen werkte u ook met jonge mensen en ja, natuurlijk. Was er een grote wisselwerking? Dus, absoluut. Nee. Dat was heel creatief van met de jonge mensen bezig te zijn. Ik deed het zeer graag.
En wie ziet u nog in België als grote talenten in de animatiefilm? Er zijn er verschillende, maar ik ken de naam niet. Maar ik heb er films gezien, zowel van de studenten van Gent, als studenten van Brussel, van het Instituut van Brussel, Lacombe, die heel goede films maken, heel mooie films. Maar ik ken geen naam. Maar dan had je ook tijdgenoten van u, dus als op een gegeven moment Gerard Friedman was een bekende, En Pichat, die ook animatiefilms maakte toen in België. Pichat heb ik geen contact met Friedman, heb ik nog altijd contact met hem. Ja. Maar hij maakt geen films meer. Nee. Maar toen waren er toch meer bekende namen die ook langere animatiefilms. Ja. Het was precies toch een grotere. Jan zonder vrees is ook een film, een historische film, een animatiefilm. Ja, maar ik was daar niet bij betrokken. Nee. Maar wel studenten. Mijn voormalige studenten hebben daar aan gewerkt. Ja. Wat ik wil zeggen, dat er niet zoveel lange animatiefilms zijn, dat het nog altijd een zeer zeldzaam genre blijft in Vlaanderen. En als dat moet gebeuren in België, dan is het steeds een co-productie. In Frankrijk, het zijn in Nederland, of Spanje zelfs. Ja. Anderzijds zijn er nog nooit zoveel animatiefilms gemaakt als men dat over de wereld bekijkt. Vroeger had je alleen elk jaar 2 Disneyfilms. Ja. Nu heb je elke maand 4 tekenfilms die overal... Dus en ik denk dat vooral te danken is aan de introductie van de computer. Mm-hmm. Ja. Dat het zo snel gemaakt kan worden. Precies. Ik wou nog iets vragen over... Ga je eens tuurlijk. Voilà. Het is water met een beetje citroen in. Dus ik wou nog, om af te ronden, iets... We gaan een fragment laten zien van... Attraction, spreek je dat goed uit? Attraction? Ja, zoals het is een taal dat niet bestaat. Nee, attraction. En trouwens, taal is heel belangrijk in uw films, hè? Want u hebt vaak in uw films niet bestaande talen of andere manieren van praten. Animatie is niet alleen beeld, het is het geluid, het is ook ontzettend belangrijk. Hè? Ja, absoluut. Ja. En bij u toch, vooral bij u? Absoluut. Niet in mijn eerste films. Nee, maar later. Ja. Hebt u daar een, ik zeg niet een theorie, maar een opvatting over? Gelijkwaardig beeld en geluid? Nee, gelijkwaardig niet, dat niet. Maar dat is wel plezant. Ik heb een film gemaakt bijvoorbeeld, waar de mensen spreken en je ziet de letters van hetgeen ze willen zeggen in een ballonnetje. Ja. Maar het klopt niet met hetgeen dat je oort. Dus dat is een tweestrijdigheid. En to speak or not to speak. Wel voor die film Attraction, dat gaat over een groep gevangen, die slepen een ketens voort en in een soort desolaat landschap. En plotseling ontdekt een van hen een bevreemdende gebouwstructuur. We gaan daar de slotzijnen van zien. Maar voor we dat doen, omdat het toch ook visueel een heel mooi is en heel esthetisch vind ik, kun je iets vertellen over de visuele stijl? Want het zijn natuurlijk gevangenen zoals je die zag in Amerikaanse films, hè, met die gestreepte gevangenispakken. Maar zeer gestileerd, hoe heb je dat opgevat, de visuele... De bedoeling was van te tonen dat het een soort gevangenen zijn, die op de dool zijn. En er is een van die gevangenen die je licht ziet. En voor hem betekent licht de waarheid, de vrijheid. En hij gaat proberen dicht bij dat licht te komen. Dat is dus de bedoeling. En hij zal het bereiken, maar met bepaalde problemen. En hoe is de techniek precies? Want het is een film die toch al zeer dicht aanleunt bij computeranimatie. Het is met computer gedaan. Absoluut. Je hebt voor een zwart-wit ook, of voor een monochrome. Ik heb gekozen voor een hele discrete chromatische combinatie. Ja. Oké, en voor we afsluiten met dit fragment, nog een laatste vraag. Wanneer mogen we je volgende film verwachten? Wel, als alles goed gaat, in de loop van toekomend jaar. Oké, ik hoop dat hij tijdig klaar is voor het Filmfestival van Gent. Ik hoop het, ik kan het niet zijn natuurlijk, want het is een hele complexe film, ook een experiment opnieuw. Een 13 minuten film. Dat gaat over de Eerste Wereldoorlog. Ja.
Zoals uw vorige film ook, die ook. Pardon? Zoals uw vorige film, die ook al ja, de zoals Tanke, die ook inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja, het zou een serie kunnen worden. Ja. Oké, okay, dank u wel, Raoul. Maar gij zijn bedankt voor de heel intelligente vraag dank die u mij gesteld hebt. Het zijn uw films die mij inspireren, dus dank u wel en dank u voor mevrouw, gekomen. Dank u meneer. En blijf nog even zitten, want we gaan nu even uitbollen. Moet u blijven zitten? Ja, misschien nog even blijven zitten. We zijn er weer op donderdag 5 juli voor een nieuwe editie van Talkies. We weten nog niet welke interessante gast we dan zullen hebben, maar het zal zeer moeilijk zijn om dit te overtreffen. Maar kijk u toch even naar de slotscène van Attraction. Dit is nog niet helemaal het einde, want Roel wou toch nog een paar dingen vertellen over zijn volgende project, ja. Of volgende dingen die hij wil doen. Wat misschien interessant is om te weten, dat er voor het ogenblik draait men een documentaire over mijn documentaire van een uur lang. En de première gaat in Gent gebeuren. Mm-hmm. En dat zal op 10 oktober zijn, de première in Gent. Ja, tijdens het festival, ja. Ja, ja. Dus ik ben niet de regisseur natuurlijk, maar het gaat over mijn werk. Ja, ja, natuurlijk. Waarvoor dank, waarvoor dank. En dan is het ook misschien interessant om te weten dat vanaf 1 juli in het museum van Oostende, die een belangrijk museum is, twee zalen perpetueel bestemd zijn voor ander werk. Ja. Die gaan dus daar tentoongesteld worden, met filmprojecties en zo verder. Ja. Ja. Wat ook belangrijk is, en dat is dan af en toe komend jaar, wordt er een retrospectieve en expositie ingericht in Lille, Rijssen. En in Parijs. En ja, nog een laatste zaak is dat er nu in augustus in Hiroshima is een hommage en een retrospectieve van mijn werk. Ik ga natuurlijk niet naartoe omdat het te lang vliegen is en ik kan er niet tegen. Maar ik ben wel vertegenwoordigd door twee van mijn voormalige studenten, waarvan er trouwens iedereen aanwezig is. Fantastisch, ja. Om we gaan besluiten, maar toch nog niet helemaal. Ik wil nog een vraag stellen. Als u zegt Oostende, denk ik meteen aan Ensor automatisch. Ja. Ik hoop dat ik mijn chronologie niet fout heb, maar hebt u Ensor nog gekend? Ik heb Ensor nog gekend, maar ik was een heel klein jongetje. Kijk, als ik wandelde met mijn moeder. Ja. Mijn moeder was een hele mooie vrouw, hele mooie vrouw. En als Ensor mijn moeder zag, dan stak ik de straat over om met haar een beetje te kunnen praten. Ik was natuurlijk onder de indruk van zijn witte baard en zijn zwarte mantel. Ja, maar hij heeft mij nooit bekeken hoor. Ja, maar ook. Dankjewel. Roel, nogmaals dank. Graag gedaan. Dankjewel. 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 Ben. En tot de volgende maand. Dankjewel.